Nou, welkom in Special Edition, de anime manga winkel van Nederland. Alles op het gebied van anime, Japanse cultuur, Japanse games, ook kleding, plusjes en alles voor fans, dat hebben wij. Mijn man en ik zijn deze winkel begonnen. We zitten nu iets meer dan 6 jaar, we zitten bijna 7 jaar al in Dordrecht. Maar daarvoor gingen we naar evenementen, naar Japanse themamarkten en zo. Zien wij dat er steeds meer mensen in Nederland zijn die Japanse cultuur leuk vinden. En dan met name anime en manga natuurlijk. Maar wat ons een beetje anders maakt is ook een Japanse subcultuur. Dus inderdaad de comics van daar, de media van daar en de expressies zoals aparte kleding van daar. En in de manga en in de anime heb je ook een genre dat heet isekai of isekai. Dat betekent letterlijk getransporteerd naar een andere wereld. En wij wilden dus een winkel hebben zodat er gewoon een plek is die alles vertegenwoordigt van die subcultuur. En zelf was ik een van de weinige kinderen die echt goed wegwijs was op het internet. En omdat ik ook videogames leuk vond, ging ik heel veel opzoeken. En ik was al die tijd al heel erg aangetrokken tot de Japanse cultuur. Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Maar ik dacht van, oh ja, dit vind ik wel leuk. Oh, het komt uit Japan. Oh, wacht. Ja, ik vind dat ook leuk. Oh, het is ook gemaakt in Japan. Is het misschien wat? Is die cultuur? En dan ga je steeds meer dingen zelf ontdekken. En steeds meer dingen zien. En dankzij het internet is het ook redelijk eenvoudig om tot die informatie te komen en om dingen te lezen over een andere cultuur. Ja, en hoe meer ik erover wist, hoe meer ik het echt leuk vond en dacht van, ja, ik wil daar toch meer van weten. Voor de reden dat het nu zo viraal gaat, is denk ik omdat mensen, met name de afgelopen 2 jaar, veel meer op het internet en veel meer gedwongen zijn om via het internet die drang tot avontuur en die drang tot ontdekken te satisfyen, zeg maar. Ik weet anders even geen om die drang naar avontuur en die drang naar ontdekken te bevredigen. Alles ten zuiden van Tokio ben ik praktisch geweest. En de lucht was super schoon. De straten waren netjes. Japan kent echt legit praktisch geen criminaliteit. Je kan gewoon een brommer buiten zetten met de sleutels erin en niemand die er wat mee doet. Je paraplu als het regent staat buiten in een bak. Er ligt geen kauwgompje op straat. En iets wat heel veel jongeren ook aantrekt tot gaming, tot anime en manga is omdat het de ervaring biedt van een avontuur. Omdat het de ervaring biedt van een quest. En mensen voelen zich daardoor ook beloond en nieuwsgierig dat ze meer van het verhaal willen weten. En ik denk dat dat een behoefte is in de mensheid die heel erg sterk gemanifesteerd is. Er zijn echt vaste mensen die komen of mensen die op een school zitten waar weinig tot geen andere mensen zijn die anime of manga leuk vinden. Mensen die thuis ook vaak niet zo lekker in een vel zitten. Ja, helaas, het gebeurt. Die kunnen op zijn minst dan hier in de openingstijden die we aanhouden nog vrienden maken en of je nou fysiek reist of kunt reizen of in de digitale wereld kunt reizen en inderdaad met videogamen, met anime kijken of met manga's lezen, word je dus meegenomen naar die andere wereld en ervaar je dus een beetje die wereld. Ja, reizen is technisch gezien alleen maar van A naar B gaan, maar het idee achter dat je ergens naartoe wilt of iets wilt beleven is meer dat je op zoek bent naar een ervaring.